Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Shotrex. De enige echte natuurlijk, hè. Nou, hoe waren de kermissen? Het was een leuke dag was het. Of een leuke avond was het, moet ik het zo zeggen. Het was een leuke avond. En weer drie kermissen gedaan. Was wel ontzettend leuk, was het. Ja, kermissen de kermissen zelf vond ik eigenlijk een beetje tegenvallen. Het is natuurlijk nog allemaal voor het seizoen, hè jongens. Dus het zijn nog niet echt de kermissen van de kermissen. Maar ik vond ook zelfs Vlaardingen vond ik heel erg tegenvallen. Ik vond, om eerlijk te zijn, vond ik die kermis in Leidseveen, die vond ik eigenlijk nog gezelliger dan de kermis in Vlaardingen. Ik vond Vlaardingen maar een beetje, ja, niet echt een goede kermis vond ik dat. Dat viel een beetje tegen. Dus, bij deze dus, een beetje de kermis hoe het was. Dus het viel een beetje tegen. Ik vond ook Rotterdam vond ik niks eigenlijk. Ik vond, wat was die andere die we nou die week ervoor gedaan hadden? Dat was ook vlakbij de Haag. Dat was de Haag Ypenburg. Die vond ik dan wel weer gezellig. Dat vond ik best wel op zich een gezellige kermis. Maar ik vind nog de sfeer vind ik nog een beetje helemaal niks. Ik vind de sfeer vind ik echt waardeloos tot nu toe. Ik hoop niet dat dat het hele kermisseizoen zo is. Want dan gaan we een niet zo leuk kermisseizoen beginnen. Want ik vind de sfeer een beetje anders dan normaal. Niet echt een gezellige sfeer. Rotterdam was echt helemaal niks. Ik vond echt Rotterdam, als ik geweten had de kermis in Rotterdam, dat was op, dat was vlak bij IJsselmonde was dat. Als ik geweten had dat hij zo was, had ik al totaal niet gegaan. Dus het is eigenlijk een beetje afwachten. Het is wel leuk. Ik mag trouwens ook niet meer zeggen dat het een kleine kermis is. Want dan krijg ik Peter Pan achter me aan. Peter Pan die zegt, ja, een kermis is een kermis. Toch weer een reviewtje. Toch weer een leuke kermis erbij. Dus ik zal niet zeggen, omdat het klein is, is het niet gezellig. Maar gewoon de sfeer op zich vind ik ook een beetje tegenvallen de laatste keer. Dat merkte ik eigenlijk vorig jaar al. In Zoetermeer, in Brielen. Ja, dan was de sfeer echt. Ik vond de sfeer vond ik minder, vond ik. Ja, laten we hopen dat de zomerkermissen gewoon weer hun zomerse gezelligheid hebben. Laten we dat hopen, want ik ben er toch weer voor om dit jaar weer een heleboel kermissen te gaan doen. Als het goed is gaan we aankomend weekend gaan we weer. Maar dat is nog niet helemaal zeker. Want waarschijnlijk is het weer heel erg slecht. Dus we moeten even kijken hoe we dat gaan doen. Het is nog niet helemaal zeker wat we aankomend weekend gaan doen. Ja, en anders heb ik weer een weekje rust, jongens. Dan heb ik weer een weekje rust. Dus we gaan het wel zien. We gaan het wel zien in ieder geval. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Dit was even een kort vlogje eventjes over de kermissen. We hebben er in ieder geval weer drie gedaan. We zijn weer druk bezig met de kermissen. Gelukkig weer. Ik ben aan de andere kant ben ik ook alweer ontzettend blij dat we weer kermissen gaan doen. Want ja, kermissen is gewoon het leukste wat er is. Dus we hebben er gewoon weer lekker drie hebben we er weer gedaan. We zijn natuurlijk naar Leidseveen geweest. We zijn naar, wat was die andere nou? Ik weet nog eens die ene kermis meer. Waar was die ene kermis nou ook weer, joh? Wat was dat ook weer, joh? Moet ik even terug gaan zoeken? Wacht even. Ik ga het even terugzoeken. Oh. Ik ga het even terugzoeken. 2 hours later. Oh ja, Schoonhoven. Schoonhoven vond ik trouwens wel heel erg leuk. Schoonhoven was echt een leuke kermis. Schoonhoven, Leidseveen en Vlaardingen. Dus hou je van kermissen? Vind je deze kermisreviews ontzettend leuk om te zien? Blijf mijn kanaal in de raad houden, want we gaan nog een heleboel kermissen doen dit jaar.
En het kan dus zijn dat we aankomend weekend niet gaan. Maar als we aankomend weekend niet gaan, is het geen probleem. Want er komen nog zat kermissen komen er nog aan dit jaar. En we gaan er echt nog een hele hoop doen. En de grote kermissen, die gaan we sowieso gaan we die doen. Ik wil sowieso ook wel weer naar Tilburg, Ten Bosch. Dat was die andere grote ook weer. Tilburg, Ten Bosch, Breda en zo. Die wil ik toch sowieso dit jaar ook wel weer gaan doen. En dat zijn echt grote klappers. Dus blijf mijn kanaal in de gaten houden. En ik spreek jullie allemaal. Groetjes van deze kant. Abonneer op mijn kanaal. Druk op belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als het een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen maar zeggen groeten van deze kant. En tot de volgende vlog maar weer. Dit waren in ieder geval de 3 kermissen die we afgelopen weekend gedaan hebben. En we gaan er nog een hele hoop komen. Jongens, groetjes van deze kant. Bye bye. Hoi.